Waarom lopen deze kinderen in het bos? Wat is hier aan de hand? En wie is pa Pinkelman? Niet op alle vragen krijgen we een antwoord. Dit is het grote kaboutermysterie. Zullen we eens vragen of er iemand thuis is? Ja, ik klop eens aan de deur. Hallo? Nog één? Jongens, we moeten wel heel stil zijn, anders schrikken de kabouters. Ja, en daar is een rode. Er zijn wel 100 van deze huisjes in Beek en omgeving. En het worden er steeds meer. Hier worden ze gemaakt, in de werkplaats van pa Pinkelman. Maar wie is dat? Mogen we niet zeggen. Het schijnt dat de burgemeester, de bakker en agent Bromsnor er meer van weten. Maar daar moeten we het echt bij laten. Het is en blijft een geheim. En zo is het veel leuker. Hey, kijk eens. Die heb ik ook nog nooit gezien en ik fiets er elke dag langs. Blauwe stippen op een ei. Kinderen worden helemaal zot en wandelen zich in ongeluk om alle huisjes te vinden. Lekker gezond bezig dus. De speurtocht begon vandaag hier, toen alle kabouters van de Martineschool zich verzamelden bij de boom. En juf Renke voorlas uit het grote boek. Hallo, hallo, kijk eens even naar beneden. En wat hij toen zag. Er stond een heel klein, schattig kaboutermannetje voor zijn deur. Pa Pinkelman ging naast hem zitten op het stoepje. Het kleine ventje vertelde hem dat ze op zoek waren naar nieuwe plekjes om te wonen. De kabouterhuisjesmachine van pa Pinkelman draait op volle toeren. Dat belooft nog wat de komende tijd. Van die kabouters zijn ze hier nog lang niet af. Het schijnt dat er in Elslo ook heel veel wonen. Maar dat is weer een ander verhaal. Echt waar.